harte welkom bij Tiel aan tafel. Bij mij aan tafel zit Fred Voeken. En jij bent betrokken bij het BIS-gala, wat 14 december plaats gaat vinden. Wat gaat daar gebeuren? En wat is jouw betrokkenheid daarbij? Ja, ik zou haar zeggen, heb je even? Nou ja, ja, ik ben er. Zullen we even teruggaan naar het ontstaan, waarom ik hier zit? Nou, eigenlijk wel min of meer toch wel verrassend, want 14 dagen geleden was ik nog niet betrokken bij het BIS-gala en inmiddels ben ik ook betrokken bij de organisatie, zijdelings, maar zeer leuk om te doen. Om kort, even kort verhaal in het kort, 14 dagen geleden werd ik gebeld vanuit het BIS, waar de lampjesactie van het ziekenhuis dit jaar, waar dat geld voor bestemd zou zijn. En toen heb ik uitgelegd dat dat bestemd is voor kankerpatiënten in het ziekenhuis. Ze zei, nou, dan weten we even voldoende, dankjewel. Mogen we je morgen even terugbellen? En de volgende morgen werd ik teruggebeld. Met de eerste woorden, mag ik je feliciteren, Fred. Want vorig jaar hadden we één goed doel voor onze galaavond, BIS-galaavond. En dat was het Sterrenfonds. En het comité heeft besloten om dit jaar ook een regionaal doel eraan te koppelen. En dat is je lampjesactie voor het ziekenhuis. Verlicht het leven van kankerpatiënten. Ja, dat was een verrassing. En dat, ongelooflijk dat in de regio ondernemers met elkaar dit project omarmen. Ja, prachtig. Ja. BIS is Betuwe in Zaken. Klopt. Ja, ja, en jij bent natuurlijk al jaren betrokken bij die lampjesactie. Ja. Ja, maar goed, dat gala, dat gaat iets plaatsvinden. Het gaat gepresenteerd worden door Lieke van Lexmond. Ja, we hebben inderdaad een aantal bekende Nederlanders aan dit gala weten te binden. We zijn nog bezig met een aantal mensen, maar nu is bekend dat Lieke dus de presentatie voor haar rekening wil gaan nemen. We hebben Jannes, die gaat optreden. We hebben Anita Meijer, ja, wie kent haar niet, die treedt op. Ja, het zijn echt artiesten die op een galaavond thuis horen. Ja, en de veilingmeester, Joris Nelissen. Ja, Joris Nelissen van Bierman Advocaten. Die gaat, zijn we ook blij mee dat hij de veiling op een hele ludieke manier voor zijn rekening wil gaan nemen. Ja, en wat prachtig dat deze actie, de lampjesactie, met dat mooie doel ondersteund gaat worden. Ja, dat is fantastisch. Dat, ja. Ik heb al heel wat meegemaakt op sponsoringgebied, ook voor dit ziekenhuis. Maar dat het zo groots aangepakt wordt met zoveel bekende Nederlanders, ja, daar word je toch even stil van. Fijn, fijn. Die lampjesactie, wat kun je daarover vertellen? Dat is natuurlijk al een aantal jaren gaande. Hoe is dat de afgelopen jaren verlopen? Ja, de lampjesactie is begonnen in 2011 met de Olifant, destijds van de Corso-vereniging uit Echteld. Daar hebben we geld opgehaald voor de inrichting van een oncologische afdeling. Ja. Niet alleen voor de patiënten, maar ook voor degenen die met de patiënt meekomen. Dus de familieleden, dat die ze op een zo aangename manier toch de dag door kunnen komen samen met hun patiënt. Het jaar erop dachten we van, nou, de paramedische dienst moest geopend worden, oftewel de revalidatieafdeling. Ook daarvoor waren een hele hoop dingen nodig die niet uit het reguliere budget van het ziekenhuis bekostigd konden worden. We hebben de tweede lampjesactie daarmee georganiseerd samen met de Corso-vereniging uit Avezaath. Het jaar daarop zijn we ook weer met een Corso-vereniging aan de gang gegaan in de lampjesactie. Want we hadden eerst de instantie van, ja, werkt dat nog wel? Hè? Misschien is het, na één jaar is het over, ja, en is beetje, de kracht weg. Dat het een beetje uitgemolken concept wordt. Ja. Maar het is natuurlijk beeldschoon, hè? Die lampjes voor het ziekenhuis. Ja, die goede doelen die eraan hangen. Ja. Dus het leeft nog absoluut. Het leeft echt absoluut. Ja. En ik word ook al direct na de zomervakantie al heel veel mensen die mij mijn jasje trekken. Waar gaat dit jaar de lampjesactie over? En wanneer kunnen we weer doneren? Ja, dat is natuurlijk geweldig. Ja. En dit jaar komt de Corso-vereniging uit Buren? Ja, dit jaar is de Corso-vereniging uit Buren. Die ons helemaal ter wille is geweest met de prachtige snavelvissen, zoals wij dat noemen. Hebben ze 3 dagen na het Corso bij ons voor de hoofdingang gehad. We hebben duizenden bezoekers naar gekeken. We zijn ook met patiënten met bed en al en met infuus en rolstoelen zijn we bij het Corso gebeuren wezen kijken. Bij de voordeur, bij de hoofdingang. En ik kom net weer uit Buren, want die Corso-wagen gaat dus na het Corso weer terug, na 4 dagen nadat hij bij het ziekenhuis gestaan heeft. Daarna gaat hij terug naar de Corso-vereniging, wordt alles eraf gehaald. Helemaal ontmanteld. Wordt hij helemaal ontmanteld. Ja. En daarna moeten er lampjes in. En dat zijn er ieder jaar tussen de 15.000 en 20.000.
En tot nu toe hebben de Corso-vereniging dat allemaal nog voor hun rekening genomen en meegedaan om het onderdeel weer terug te brengen in december, als die lampjesactie start, om die 20.000 lampen daarin te brengen. Dus ik kwam net uit Buren, ben net even wezen kijken. Ja, het ziet er geweldig uit. Ja. We doen het maar met één vis, want dat waren eerst drie. Ja, dat klopt. Maar het was ja. zo waanzinnig groot bij de voordeur, dus dat konden we niet. We konden de mensen drie maanden niet meer lang in. Kunnen de mensen niet meer binnenlaten. Nee. Dus het wordt nu één vis. En ja, als je daar, ik heb nu even gezien hoeveel lampen daarin zitten, en die hebben we even in een donker hal aangedaan. Ja, dan gaan mijn haartjes nog steeds overeind staan van wauw. Ja, prachtig. Ja. Ja, nou wil ik het even heel ergens anders over hebben. Ik zie een snor bij jou. Ja. Dan ben ik niet gewend. Nee. Ik zou ook zeggen, kijk goed, want over een paar dagen is hij echt weg. Echt waar? Ja. We hebben op dit moment de actie Movember in het ziekenhuis lopen. Dat betekent dat we collega's in het ziekenhuis gevraagd hebben om hun snor te laten staan. Voor de actie voor prostaatkankerpatiënten. En dat is eigenlijk al een voorloper op de nieuwe lampjesactie. Verlicht het leven van onze kankerpatiënten. Dan gaan we het niet alleen fundraisen voor prostaatkankerpatiënten, ook maar voor vrouwen met borstkanker, voor mensen die chemokuren moeten ondergaan, enzovoort, enzovoort. Daar hebben we allerlei spullen voor nodig. Wil ik graag nog een keer uitleggen hoe dat precies zit. Maar nu is dus de voorloper, is dus speciaal voor prostaatkankerpatiënten. En Movember is al iets wat al jaren loopt. En we hebben dat erop gepakt in het ziekenhuis, omdat we ook nog binnenkort een voorlichtingsavond hebben voor prostaatkankerpatiënten. Toen leek het ons leuk om wat geld bij elkaar te halen om een check te kunnen aanbieden op die voorlichtingsavond. Ja. Ja, en als je dan de zaak wil antemeren, kun je niet achterblijven door je snor niet te laten staan. Die actie die nou gaat komen, verlicht het leven van een kankerpatiënt. Hier dan in dat is puur voor de mensen hier in ziekenhuis Rivierenland. Ja, veelal wordt er dus geld opgehaald voor kankerpatiënten. Vaak zijn dat dus landelijke acties. Maar dit is eigenlijk de lampjesactie is altijd speciaal alleen voor patiënten in het ziekenhuis of hun dierbaren. Ja, en wat moet ik me daarbij voorstellen? Hoe gaat dat dan eruit zien? Vanaf 7 december komt die snavelvis dus voor de deur te staan. Ja. Daar gaan we lampjes in verkopen. Particuliere bedrijven kunnen lampjes kopen aan €5 per stuk. En uiteindelijk sluiten we op 31 maart de actie af. Dat doen we dus ieder jaar tot nu toe met de Roel Boerma trimloop. Dat is een van de laatste acties die we in het verlicht het leven van actie hebben lopen. 31 maart stoppen we ermee. Dan is er een bepaald bedrag binnen? Dan is er een bepaald bedrag binnen. En met dat bedrag kijken we wat zijn de noden, wat zijn de aanvragen vanuit het ziekenhuis. Dat hebben we natuurlijk nu al geïnventariseerd. En hoe kunnen we met dat bedrag zoveel mogelijk aan de wensen van de specialisten en de verpleegkundigen, maar ook voor bezoekers die met hun dierbaren meekomen naar het ziekenhuis en soms een dag moeten wachten bij chemokuur of andere nare behandelingen, dat we die zo aangenaam mogelijk in het ziekenhuis laten verblijven. Zowel de patiënt dus als degene die met hem meekomt. Ja. En daar gaat het bedrag dus één op één naartoe. Er zit dus in het hele Stichting Vrienden gebeuren. Nergens ziekenhuis Rivierenland. Ja, er zit geen overheid op. Niks ten nadele van de grote fondsen. Blijft nergens iets hangen. Nou, hangen, dat is, vind ik dan nog een heel zwaar woord. Maar we hebben bijvoorbeeld geen bestuur wat in een duur pand zit. Hè? Of dure personele lasten, of wat dan ook. En dat moet bij de grote fondsen er allemaal wel eerst af. En dat is hier dus niet zo? Dus hier niet zo. Iedere euro die iemand besteedt, een particulier of een bedrijf. Vaak doen scholen ook mee, dat is ook fantastisch. We hebben onlangs nog van het Lingeborg College €3200 gekregen. Zo. Voor de laatste actie van Verlicht het leven van kinderen in het ziekenhuis. Dus een actie die we dit jaar hebben gehad. Ja. En ja, op het laatste moment, dus 2 weken geleden, werd die check nog aangeboden. Dus het loopt het hele jaar door. We hebben de actie wel van december tot eind maart. Maar het geld stroomt daarna het hele jaar nog binnen. Dat is onvoorstelbaar. Ja, dat is prachtig. Ja. Dat is prachtig. Goed, in ieder geval wat ervoor gaat zorgen dat er geld ingezameld gaat worden, is met dat BIS Sterrengala. Ja. Dat is natuurlijk hartstikke prachtig. Zeker. En dan laat het lekker doorlopen inderdaad. Ja, er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die we graag op ons gala ontmoeten. En Zijn er nog kaarten te koop? Jazeker. Ja? Ja hoor. En een telefoontje naar het BIS. En wij zorgen dat de plaatsen vrijgehouden worden. We kunnen ongeveer tussen de 300 en 400 mensen kwijt. In restaurant De Betuwe. Grote zaal. Hier in Tiel. En het is
Allemaal voor het goede doel. En de mensen krijgen echt een spetterende avond met een geweldig diner. Het is een all-in pakket tot een afterparty die tot 's nachts 1 uur duurt. Ja, we staan te popelen om, om de mensen welkom te heten. Oké. Okay. Ja. Dankjewel. Dankjewel voor je uitgebreide informatie. En zet hem op, hè, met deze actie. Fijn, dankjewel voor de aandacht. Het is tijd voor mijn kritische vrienden. Sinterklaas is weer in het land. We gaan het hebben over de Pieten. Adrie Meijer en Ali de Kilitas. Er wordt heel veel gesproken over Zwarte Piet kan wel, kan niet. Adrie, wat vind jij daarvan? Ik vind dat Zwarte Piet een Nederlandse traditie is. Die gewoon moet blijven. En als je kijkt hoe dat in het buitenland leeft. En dan noem ik de Antillen, Curaçao, noem alles maar op. Daar zijn ze stapelgek met Zwarte Piet. Ondanks dat ze zelf gekleurd zijn. Ze kunnen daar niet sminken, hè, want het is te warm. Jawel, maar die Zwarte Piet is daar toch echt zwart. En ik denk dat dat ook gewoon moet blijven. En die 1% of 0,1% wat misschien tegen Zwarte Piet is. Nou, ik heb begrepen dat 70% van de Nederlanders vindt dat Zwarte Piet gewoon Zwarte Piet moet zijn. Dat 30% daar andere gevoelens bij heeft. Ja, maar is dat 30% Nederlanders of is dat 30% van import? Nou, maar dat zijn allemaal Nederlanders. Ja, daar kun je genuanceerd over denken. Dat is een ding wat gewoon zeker is. Kijk, Adrie, die 30% heeft een stem. Ja? En ze hebben gewoon een beetje een nagevoel bij Zwarte Piet. En ik snap ook niet waar het vandaan komt, want het is helemaal niet discriminerend. Als ik mijn zoontje van 6 vraag, joh, wat vind je leuker, Zwarte Piet of Sinterklaas? Wat wil je worden? Ik wil Zwarte Piet. Wist je dat gewoon 90% van alle kinderen gewoon liever Zwarte Piet willen zijn? Die hebben helemaal geen discriminatie in hun hoofd. Die weten niet eens wat discriminatie is. Dat doen de ouders. Ja? Maar ik kan het wel van de ene kant plaatsen dat sommige mensen vanuit het verleden, en dan gaan ze lezen over het verleden. Joh, ik zeg, laat het verleden verleden zijn. Maar ga niet gewoon in een kinderfeestje vroeten en de kinderen discriminatie aanleren van, joh, Zwarte Piet, dat mag niet. Ja, ik heb geleerd dat Zwarte Piet zwart was, omdat hij altijd door de kachel heen hing, door de schoorsteen heen kroop. Zo hebben ze bij dat ook geleerd en niet mij ook, denk ik. Aan de ene kant waar ze mee zitten. Want ik denk dat er gewoon andere problematiek speelt bij de mensen die gewoon Zwarte Piet niet willen. Ik denk dat ze helemaal niet met het verhaal. Het gaat niet om het feestje. Nee, het gaat niet om het feestje. Waarom moet je een kinderfeest, wat al meer dan 100 jaar bestaat, waarom moet dat verpest worden door een kleine groep mensen? Hier in Nederland is het nog steeds zo dat wij een democratisch land zijn en dat de meerderheid beslist. Eigenlijk moeten we een referendum houden. Als jij zegt, kunnen we 400.000 handtekeningen verzamelen?
Ik niet, ik begin daar niet eens aan. Nou, dat is wel een aardige klus. Hey, ja. Als dat onderzocht is en 70% is voor Zwarte Piet, heeft de rest dan niks meer te vertellen? Nou, de rest mag wel wat vertellen. Ja, alleen... vertellen wel, maar niet ageren. Ja. Ja, goed, geen winkelier of middenstander wil zijn hoofd nog stoten. Hè, dus die gaat ook op een veilig pad. Ja, maar is dat... Dat heeft dus gewoon weer met de omzet te maken, naar mijn idee. Net als, net als Valentijn. Valentijnsdag. Ja. Dat is ook omzet. Want dat is ook discriminatie. Stel je voor dat je helemaal geen vriend of vriendin hebt. Ja. Of niet verliefd bent. We hebben Halloween gehad. Dat is toch ook in het leven geroepen. Ja, voor vanuit commercie. Oké, goed. Maar... Zwarte Piet moet blijven. Maar helemaal. We gaan. Liefst zoveel het hele jaar door of alleen 5 december? Dat is, het is en blijft kinderfeest in december en dat moet het blijven. Nou, we gaan in ieder geval 5 december Sinterklaas vieren met of zonder Zwarte Piet. Het wordt een feest. Heren, dank jullie wel voor jullie bijdrage. En dit was Tiel aan tafel voor deze week. En ik zie u graag de volgende keer weer.